onze verlichting is te bedienen met slechts 3 gebaren. Een swipe, een uphold en een downhold. De sensoren bevinden zich over de volledige breedte aan de onderzijde van de shelf. Ze hebben een bereik van maximaal 15 centimeter. En het is dan ook belangrijk dat alle gebaren onder deze strip plaatsvinden, anders zal het licht niet reageren. Met een simpele zwaaibeweging schakel je het licht in en uit. Je kunt je hand ook op een willekeurige plek stilhouden. Het licht gaat dan lokaal branden. Door rustig met de hand in hoogte te variëren, kun je de balans tussen boven en onder aanpassen. En dus wanneer nodig meer licht richting het aanrecht trekken. Wanneer meer licht noodzakelijk is, gebruik dan 2 handen en trek het licht uit elkaar om de lichtbundel groter te maken. Andersom kun je de lichtbundel ook weer kleiner maken. Het licht kan ook verplaatst worden naar waar je het op dat moment nodig hebt. Zo hoef je niet heel je werkpad te voorzien van licht wanneer dat niet nodig is. Als je veel licht nodig hebt tijdens het koken, kun je het werklicht activeren. Dit doe je door je hand op een afstand van de sensor te houden. Blijf de hand daar houden en het licht zal nu overschakelen naar werklicht. Dit licht heeft een iets wittere tint. Je kan heel eenvoudig terug naar het gewone licht door simpelweg je hand weer even dicht bij de sensor te houden. Wanneer je je hand langer stilhoudt, schakelt het licht over naar kleur. Deze bevindt zich enkel aan de bovenzijde. De kleur is uiteraard ook aan te passen. Door je hand langer stil te houden, gaat het licht pulseren. Nu kun je met een zwaaiende beweging door de kleuren bladeren. Door je hand weg te halen, zul je zien dat het licht stopt met pulseren. En de kleur is nu ingesteld. Zo kan ook het normale licht aangepast worden, van warm naar iets koeler. Hou de hand dicht bij de sensor. Het licht zal naar boven bewegen en uiteindelijk in de wit tint aan de boven- en onderzijde pulseren. Ook hier kan middels een zwaaibeweging de wit tint aangepast worden. Als het licht stopt met pulseren, is de kleur ingesteld.